De regio-deal is heel belangrijk voor de regio en voor Urk met name. Omdat Urk in het verleden een enorme transitie heeft doorgemaakt van visserijdorp naar een breed nautisch activiteitencentrum. En met de komst van de Buitendijkse haven en de verbreding en verdieping van de sluizen bij Kornwerder Zand komt Urk in een nieuwe fase. En dan is zo'n steun als de regio-deal is wel erg belangrijk. En ik denk ook dat dan talentontwikkeling en met name onderwijs daar een hele stuwende rol in kan spelen. Ik zeg altijd maar jong geleerd, oud gedaan. Dat helpt enorm. Daarnaast hebben we het niet alleen over jongeren, maar ook over volwassenen. Als je die scholt en meeneemt in innovaties, dat gaat enorm helpen. Daarnaast willen we ook een practoraat. De practoraat is dan op het gebied van innovaties in de visserij en op het gebied van professioneel ondernemerschap. En we denken dat dat ook voor de Urker ondernemers enorm gaat helpen. De samenwerking is zonder meer goed. Wij merken dat de provincie een goed gevoel heeft bij de rol die onderwijs kan spelen op Urk. Ook als stimulator van nieuwe innovaties en economische ontwikkelingen. Daarnaast is het ook prettig om te merken dat de provincie zich steeds meer bewust is van het feit dat we hier een aantal belangrijke havens hebben. En dat de provincie zich kan ontwikkelen tot havenprovincie. Over 5 jaar zien we een zonnige toekomst voor Urk. Dan is Urk een maritieme hotspot, Urk 2.0 met heel veel economische activiteiten. Maritiem echt een kenniscentrum, ook bovenregionaal en zelfs internationaal denk ik. Met een maritieme campus waar een trainingscentrum onderdeel van uitmaakt. Waar mensen van buiten de regio, maar ook verder buiten trainingen komen volgen.